te kunsteisstadion Tialf in Heerenveen. Vandaag en morgen vinden hier de eerste serieuze internationale krachtmetingen op het ijs plaats. De stalen dakconstructie met een oppervlak van bijna 2 voetbalvelden en zonder inpandige pijlers onderscheidt Tialf van 2 andere vergelijkbare accommodaties. Die van Oost-Berlijn is overkapt met een houtconstructie, rustend op 4 kolommen op het middenterrein, terwijl in het Canadese Calgary voor een betonnen overspanning is gekozen. Met 3300 zitplaatsen en ruim 11.000 staanplaatsen beschikt Heerenveen over veruit de grootste toeschouwerscapaciteit. Het middenterrein is geschikt voor verschillende indoorsporten en moet verder een multifunctioneel karakter krijgen, tentoonstellingen, popconcerten en dat soort zaken. Maar dit weekende gaat het over schaatsen. En het zit er nog steeds in. 2200 meter, 3.12.5. En het gaat er steeds nadrukkelijker in zitten, want ze zit nu al 1 3/10 seconde onder dat Nederlandse record. Mariska Hekkers is inmiddels op een halve baan achterstand gekomen. En dat zegt natuurlijk met name iets over het zeer voortvarende werk wat Yvonne van Gennep hier aflevert op dit moment. We gaan naar de bel. En klokken 3.47.47. 2 seconden onder het Nederlands record. En dit gaat inderdaad naar een hele mooie eindtijd. Het Nederlands record, ik herhaal het nog maar even, staat op 4.25.01. En daar gaat Van Gennep royaal onderduiken, als hij tenminste ook in die laatste ronde nog genoeg over heeft. Maar daar ziet het wel naar uit. Ze gaat goed door. Handen los op die laatste 100 meter. 4.25.01 is het Nederlands record. En hier is het nieuwe Nederlands record van Van Gennep. 4.22.05. Een schitterende prestatie die inderdaad iets zegt over de kwaliteiten van deze nieuwe ijsbaan. Deze overdekte kunstijsbaan hier in Heerenveen. Een nieuw Nederlands record voor Yvonne van Gennep. En na die explosie van die 2 Nederlandse meisjes in het begin van die 3000 meter gebeurde er in absolute zin niet veel meer.